Ik heb het eierkoord hier. Hoe is het eierkoord opgebouwd? Mijn wijsvinger is open, staat vrij. En ik heb hier, zeg maar, mijn middelvinger, mijn ringvinger, mijn pinky staan. Oké. Okay. Wat sla ik aan? De duim. De eerste, de E-snaar. En mijn wijsvinger en mijn middelvinger, die pakken de D en de G-snaar. En dan speel ik 1, 2, 3, 1, 2, 3, als een Engelse wals. Dus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dat is eigenlijk wat ik doe. En vervolgens ga ik naar de A. Dan zakt mijn duim naar de A-snaar toe. En mijn wijsvinger en mijn middelvinger blijven wel op de D en op de G-snaar staan. Kijk. In totaal ziet het er zo uit, met de melodie erbij. En nu ga ik naar de B, vierde fret. Ik moet eigenlijk die wijsvinger hier te staan, maar ik gebruik hem even niet, omdat ik mijn vingers op deze drie snaren heb staan, die je hier ook ziet. Ja, zelfde snaren. Ja, sla ik er als een tweemaal een blokje van drie aan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Doe ik even totaal hier. Dan gaat hij eigenlijk nog verder. Ja. Gaan we ook even. Je ziet dat tweede gedeelte zijn allemaal blokjes van 2 maal 3. Dus kijk, zie je dat? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dus bring back my Bonnie to me, bring back my Bonnie.